700 leerlingen uit de groepen 6 en 7 van basisscholen uit het land van Maas en Waal kwamen donderdag bij elkaar op de sportvelden van Dio in Afferden. De 10e editie van de Sportolympiade stond namelijk op het programma. 30 derdejaarsleerlingen van het Pax Christi College uit Druten bereiden de sportdag voor en zorgden voor begeleiding op de dag zelf. Dat doen zij in het kader van hun maatschappelijke stage. Na wat problemen in de ochtend met de stroomvoorziening verliep de rest van de dag zoals gepland.